Voor uw veiligheid is het voertuig voorzien van een gratis noodoproepservice. Bij een ernstig ongeval wordt de service automatisch geactiveerd en wordt u verbonden met 112, het algemene Europese alarmnummer voor hulpdiensten. De service wordt geactiveerd als het voertuig start. Het groene lampje geeft aan dat het netwerk beschikbaar is. Als veiligheidsvoorzieningen zoals airbags worden geactiveerd, wordt automatisch een noodoproep verzonden zonder dat u iets hoeft te doen. Dit controlelampje zal dan knipperen zodat u weet dat de automatische oproep is gedaan. Als u getuige bent van een ongeval of het slachtoffer bent van een kleiner ongeval dat niet door de sensoren van uw voertuig wordt gedetecteerd, kunt u handmatig een noodoproep verzenden. Stop uw auto, tik op de klep en houd deze neergedrukt en druk dan op de knop SOS. Het controlelampje knippert wanneer er een noodoproep is verzonden. Als u zich in een gebied zonder netwerkontvangst bevindt, is dit controlelampje uit. Voor een noodoproep moet u in een gebied zijn waar het systeem een netwerk kan detecteren. Tijdens de 112-oproep worden gegevens, zoals de locatie en tijdstip van het ongeval, naar de meldkamer gestuurd en wordt u verbonden met de nooddienst die het dichtst bij uw ongevalslocatie is. Als het veilig is, blijft u voor de oproep in het voertuig. Er zit een operator klaar om de relevante hulpdienst te sturen. Onthoud dat het noodoproepsysteem een veiligheidssysteem is dat verbonden is met de hulpdiensten. Gebruik dit systeem dus voorzichtig en zorgvuldig. Als u per ongeluk op de noodoproepknop hebt gedrukt, kunt u de oproep annuleren door nogmaals op de knop te drukken en deze ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden op voorwaarde dat de oproep nog niet is beantwoord. Tot slot, als dit controlelampje langer dan 30 minuten rood blijft, moet u zo spoedig mogelijk een Renault-dealer raadplegen in verband met een mogelijke storing.